Hi, wat leuk dat je meekijkt bij mijn Inktober Tangles en waar ik je mijn variaties laat zien van de tekeningen van de tangles die ze hebben gekozen. En vandaag zijn we bij dag 20 en gaan we de Osteroid tekenen. En ook dat vind ik weer een ontzettend leuke tangle waar heel veel variatie mogelijk is. En ik heb vandaag de Bijouism Enjoy gekozen. En dat is iets wat heel erg past bij hoe ik naar mijn tekenen kijk. Ik vind het geeft mij zoveel rust en zoveel plezier. Dat ik vind het echt een superleuke manier om te ontspannen. Ik neem jullie graag mee. Dat geldt trouwens niet voor het filmen. Want filmen vind ik toch altijd een beetje spannend. Maar goed, ik vind het ook leuk om jullie op de hoogte te houden hoe ik bepaalde dingen teken. Dus, de Osteroid. En die is van Jody Genovese. En ik begin met zo. En wat ik erg leuk vind aan deze tangle is dat, al moet ik zeggen dat ik hem niet heel vaak doe, maar wat ik leuk vind is dat er een techniek van verzwaarde lijnen in zit. En de basis is eigenlijk een vormpje. En die hoeft niet rond te zijn. Die kan gewoon een aantal hoeken hebben. En dan gaan we aura's aanleggen. En dat kun je gelijk doen of dat kun je later doen, maar ik doe het gelijk. En dit is wat ik bedoel met verzwaarde lijnen. Je volgt zeg maar de rand van de vorm. En dan maak je een aura. Precies eromheen. En vervolgens zet je die wat dikker op en kleur je donker. Voor mij is dat echt wel de verzwaarde lijnen techniek, zeg maar. Waarbij je veel diepte creëert door meer contrast aan te brengen in je tangle. Het is een soort eenzijdige aura, zou je kunnen zeggen. Nou, en dan kun je om nog meer diepte nog eentje aanbrengen. Het is net hoe je zelf je tile in wil delen. Het is lastig om te praten en uit te leggen. Kijk, nu doe ik het later. Dus dan teken ik eerst wel alle je kan spelen met
met de breedte. Je kan ook terugwerken. Als je denkt, hé, dan heb ik misschien wat weinig ruimte. En zo ontstaat er een stapeltje. Stenen. En als je met een PN tekent, dat is misschien wel fijn. Ik teken heel veel met PN. En omdat ik het fijn vind, als je namelijk iets dikker drukt, dan komt er een echt wel een wat dikkere lijn. Dat heb ik met de 1 minder. Kijk, je ziet het hier ook. Dus je kan inderdaad een aura maken en die inkleuren, maar als je met een PN werkt. Je kan hem ook uiteraard in het rond doen. Nou, ook dit is weer een ontzettende leuke tengel om mee op te vullen. En je kan er natuurlijk een aura omheen maken en versieringen aanbrengen. Wat ik soms lastig vind is, wat moet ik er nou omheen tekenen? Dan denk ik van, nou, ik wil hem wel een beetje versieren, maar dan kom ik er niet altijd uit met wat ik dan wil tekenen. En dan ga ik niet in de paniekstand, dan laat ik het gewoon vanzelf komen. En dan komt er altijd wel wat.
Zo. Dit was ook een leuke plek geweest voor de moon pie, die we gisteren gedaan hebben. Kan ik nog wel een kleintje van maken. En dat is wel echt wat ik ervaar met het plezier. Als je bezig bent en je durft los te laten van hoe het zou moeten zijn, of het resultaat loslaten, dan komen er zoveel leuke gedachtes en die kun je dan ook gewoon gelijk uitvoeren. Zo, nou, ik ga niet heel veel schaduwen. Ik ga hier een beetje schaduwen om de randen waar ze overlappen. Hier zo. Dit is de Frunky. Dit is de Flux en de Caviar. En de Tippel en de Vescu. Hier ook een Vescu. Zo. Nou, superleuk. Pak ik nog een heel klein beetje wit voor de Flux. Pareltje. En een heel klein beetje wit. Gisteren in een les zei, schaduw is niet logisch in zo'n tangle. Dat hoeft ook niet. Zo. Nou, en dan is dit mijn voorbeeld van de Asteroid van Jody Genovese. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En wie weet tot morgen. Dankjewel voor het kijken.